Hallo, mooie mensen. Welkom in dit Connect Your Life avontuur. Een avontuur om echt naar jezelf terug te gaan. En te connecten met alles wat er is. Alles wat er leeft in jou. Alles wat er leeft om je heen, in jou. De mensen om je heen, de wereld om je heen. En vooral echt in jezelf. En van daaruit te leren spelen en exploring life, zoals we dat kunnen zeggen. En ik ben hier, ik ben Kirsten, voor degenen die me niet kennen. En ik ben hier als zijnsactivist. En voor het ontdekken van het leven, alles wat er is om me heen op dit moment. En om van daaruit connectie te maken met alles en van daaruit te spelen en mijn mooiste leven te leven. En ik deel dat graag met jullie in dit avontuur. Iets meer over mezelf. Geboren en getogen in Nederland, Zuid-Holland, in de buurt van Rotterdam. Lang daar gewoond. En ik heb ongeveer een jaar geleden besloten om mijn huis te verkopen en camper te kopen en samen met mijn kat te gaan reizen op zoek naar mezelf. Innerlijke connectie, connectie met de natuur, connectie met de mensen om me heen, voor zover dat mogelijk is in deze aparte tijd van COVID. Maar nog steeds op zoek naar daar. En ik heb er heel veel in mogen vinden. En ik heb in het leven bijna 40 jaar van leven dat ik op deze aarde ben. Veel mee mogen maken. En als het gaat om in connectie zijn of niet in connectie zijn, en vooral het stukje niet in connectie zijn heeft zich vooral gemanifesteerd in mijn leven in de vorm van depressies, burn-outs, eetstoornis, overal isolatie, eenzaamheid, niet mijn waarheid kunnen spreken, niet mijn kwetsbaarheid kunnen laten zien. En van daaruit eigenlijk mezelf kwijtraken. En in deze reis die ik nu aan het maken ben, kom ik daar een heel stuk bij terug. En ook al voordat ik deze reis ben gestart in de bus, in de camper, ben ik al jarenlang bezig met het vinden van de puzzelstukjes die mij helpen om in connectie te komen met mezelf. Om zoals ik dat zeg, een zijnsactivist te zijn. Dus echt terug te gaan naar alles wat hier is, naar mijn core. En te zijn in dit leven, hier en nu, en van daaruit de verbinding aan te gaan en te spelen met het leven en divine design. En te vertrouwen op het universum en op de liefde en op alles wat er is wat mij helpt om mijn ware zijn naar buiten te kunnen laten komen en te kunnen stralen. En ja, ik wil daar heel graag jullie in meenemen. Dat delen, die brokjes waarheid, nuggets of wisdom, met jullie delen. En het heeft voornamelijk te maken met heel veel practices zoals yoga, breathwork, meditatie, dans, beweging, introspectie. Zo kunnen we een hele reis maken. En daarvoor heb ik een programma bedacht van 3 segmenten. En kom je alles tegen wat je zelf kan gebruiken om een mooie practice voor jezelf te maken. Op zoek naar jouw ware essentie. En van daaruit vol vreugde en je meest vreugdevolle, vrije leven te kunnen leiden. Dus als je daarvoor open staat, neem ik je heel graag mee. Dit is een avontuur voor jou in 6 weken. Daarnaast blijft dit een evergreen training. We zullen ook in de 6 weken elkaar ontmoeten via groep online meetings. En die lopen na de 6 weken nog steeds door. En ik zal ook regelmatig op het platform waar ik deze training aanbied, de dingen die ik leer gaandeweg, ook na de 6 weken blijven delen. En voor jou om in te kijken wat je daarvan vindt. En jouw eigen wijsheid en waarheid uit te halen. Dus wees welkom op deze training, op dit avontuur. En het is een eer voor mij als je meedoet. En commit aan jezelf om dit avontuur aan te gaan en jouw ware zelf te laten stralen. Dankjewel en ik hoop je snel te zien hier in de training, in het avontuur. Tot snel. Mwah.
Hallo allemaal. Ik wil nog even terugkomen op een belangrijk onderdeel van dit avontuur. En dat is het commitment wat je aangaat met jezelf en met mij. Om dit avontuur zo goed mogelijk te kunnen doorvoelen en te kunnen doorleven. En daar is een commitment voor nodig. Een commitment naar jezelf en naar mij, zodat we elkaar het beste kunnen ondersteunen hierin. Dat ik jou kan ondersteunen hierin als ik weet dat je hier ook echt kunt zijn en voor jezelf gekozen hebt. Om dit serieus aan te gaan. En van daaruit te spelen natuurlijk. Maar eerst hebben we het commitment nodig om dat te kunnen doen. En daar is een financieel commitment voor nodig. In eerste instantie. Vooral voor jou om jezelf serieus te nemen. En jezelf waarde mee te geven. In het feit dat je het waard bent om voor jezelf geld uit te geven om dit te doen. Als we bekijken dat geld ook energie is, is dat een hele mooie manier om daarmee te vloeien en dat te gebruiken. Dat gezegd hebbende wil ik laten weten dat ik werk vanuit de gift economy. En dat betekent dat het niet aan mij is om te bepalen wat iets waard is van jou. Dat in eerste instantie. Eigenlijk het grootste ding daarvan is in het leven in de gift economy is dat ik ervan uitga. En dat ik geloof en vertrouw in dat alles aanwezig is in het leven. En dat er abundance is voor iedereen en voor alles. En dat ik van daaruit, vanuit die wetenschap en vanuit dat vertrouwen, mijn werk kan doen vanuit onvoorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijk kan geven. Dus het is niet aan mij om te bepalen wat iets waard is. En toch heb ik hier een prijskaartje opgezet. Al kan je dat dus zien als meer een commitment naar jezelf en naar mij dat je hier zult zijn. Maar dat prijskaartje is variabel. Het ligt namelijk helemaal aan jou en hoe jij dit ervaart. Dus ik heb een commitment prijs op de training gezet van €150. En daar vandaan is het aan jou om te voelen wat dit met je doet. Wat deze training met je gedaan heeft aan het eind van de 6 weken. En kun je, wanneer je het voelt dat deze training meerwaarde is voor jou, kun je mij nog een extra gift geven op de €150. En het kan ook heel goed zijn dat het voor jou anders voelt. Of dat je het wel heel fijn vindt en waardevol hebt gevonden, maar dat er een andere reden is waarom het geld niet aanwezig is. Of het moeilijk is voor je om met geld iets terug te geven in dit geval. Dan kan je ook een stuk van het geld of het hele bedrag terugkrijgen. Dat is hoe het werkt in leven in de gift. Het is voor mij een onvoorwaardelijke gift aan jou. Al vraag ik het commitment en geld helpt om dat commitment te maken. En daarnaast is het volledig vrij om daar later mee op te gaan zoals het goed voelt voor jou. Dus dat is iets wat ik je mee wil geven. Om echt bij jezelf te voelen wat klopt, wat is waar. Voor mij in dit avontuur, in deze training. En wat voelt voor mij kloppend om te geven of niet te geven of terug te ontvangen. Of misschien voelt het voor jou alsof je deze training sowieso onvoorwaardelijk wil ontvangen zonder daar iets voor te geven. Of op een andere manier iets terug te geven. Dat is allemaal welkom. En dus van daaruit bied ik deze training aan. Dit avontuur, of gaan we eigenlijk samen het avontuur aan. En ik vind het belangrijk om dat gedeeld te hebben, zodat je weet hoe dat werkt. En ik hoop je alsnog snel te zien. En dankjewel. Mwah.